De omroep dient niet alleen om mee te geven wat u eigenlijk allang in de tv-gids hebt gelezen. Soms nodig jij ook heel interessant volk uit. En dan zeker als ze iets te vertellen hebben, niet waar, Kirsten Lemaire? Ja, want Studio Brussel is opnieuw gestart met Music for Life. En alle presentatoren zijn momenteel op pad om deze warmbandjes te verkopen. Ze zijn mooi, ze zijn warm, maar ze steunen vooral het goede doel. En de opbrengst van de verkoop die wordt verdeeld over meer dan 800 goede doelen. Ze kosten 2 euro. Ik heb er eentje meegebracht voor jou. Mooie verkoopstechnieken, maar ik mag mijn geld weer al boven. Krijg ik straks, de 2 euro. Zo. BV-korting bestaat niet meer, Kirsten? Niet als het over goede doelen gaat. Nee. Oké. Goed, en waar kunnen die mensen die mooie, warme bandjes kopen? Wel, alle plaatsen waar de presentatoren staan of langsgaan, die vind je op musicforlife.be. En zelfs sta ik morgen vroeg vanaf 6:30 in het station van Gent Sint-Pieters. Dat is wel lekker vroeg. Dat is heel vroeg, maar dat gaat lukken. Oké, dan. Ik vind dat jij dat trouwens heel goed doet. Dank je. Jij mag nu bij wijze van test nog even het programma aankondigen. Dan mag je voor mij een paar blijven. Oké, dan gaan we nu kijken naar koppen. Music for Life. Studio Brussel.